Hoe werkt WhatsApp? Ja, dat is dus inderdaad wel een dingetje. Lijkt me nou niet de bedoeling in een auto. Nou, dat is niet helemaal waar. Want het kan dus nu met spraakcommando's. Maar ik zal jullie straks gewoon eens demonstreren. WhatsApp. Wil je ongelezen bericht? Aan wie wil je het sturen? Nieuw bericht. Wouter Karsen. Wat wil je zeggen? Hoi Wouter, dit is een test van WhatsApp in de 308 GTI met Apple CarPlay. In je WhatsApp-bericht aan Wouter Karsen staat: Hoi Wouter, dit is een test van WhatsApp in de 308 GTI met Apple CarPlay. Kan ik het versturen? Ja. Oké, het is verstuurd. Nou, dit ging dus goed. Maar ik heb er ook al een paar keer ruzie mee gehad. En vergeet niet, ik zit nu eventjes in een stilstaande auto. Dat leek me iets verantwoorder met het opnemen van deze video. En dan gaat dat een stuk beter dan wanneer je allerlei bijgeluiden hebt. En ja, dat is natuurlijk ook weer heel erg wisselend van hoeveel comfort en stilte je in je auto hebt. De 308 GTI is best een beetje een sportauto. En is best een beetje strafgeveerd. Dus je hebt ook meer last van wind. Van wind ook trouwens. Boven de 230 gaat de spiegel heel erg fluiten. Maar dat is weer een ander verhaal. Komen we nog een keer op terug. Maar je hebt dan wel veel geluiden van buitenaf en uitlaat die je een beetje herrie maakt en dingen. En ja, dan wordt het gewoon echt lastiger. Als je op de snelweg rijdt en je wil een WhatsApp bericht inspreken, dan is dat gewoon vaak hit en miss. En dat maakt het niet per se beter en dus ook niet per se verantwoorden. Ik ben een Daan, daar heb je gelijk in. Maar in de basis kan het wel mooi werken en ik denk ook dat die technologie gewoon nog steeds moet leren. Ik geloof dat die spraaktechnologie van Apple ook echt leert van elke keer dat er dingen gecorrigeerd worden enzovoorts. Dus ja, dat is gewoon een kwestie van tijd om het beter te maken. Dus ga het wel gebruiken, dan hebben andere mensen daar uiteindelijk ook voordeel van. Scheelt weer. Ja, tot zover eigenlijk. Mocht je nog specifieke vragen hebben, drop ze even in de comments. En wellicht kan ik je dan verder helpen door het later alsnog eventjes in de comments uit te leggen. Of dat soort dingen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.